Ben jij een van die abonnees die altijd al mijn video's kijkt? Of ben je juist iemand die snel klikte op deze video toen je dat enorme bedrag zag staan? Hoe dan ook, ik heb in ieder geval jouw aandacht. In deze video wil ik namelijk gaan kijken naar beleggen in 2020. Want je kunt natuurlijk geld verdienen met beleggen, dat is al langer bekend. Maar de laatste tijd is het eigenlijk al ongelooflijk hoeveel. Zelf heb ik bijna 29.000 euro verdiend in de laatste 7 dagen. De laatste 7 beursdagen. En dat is maar liefst bijna 23% van mijn vermogen. En omdat dit soort rendementen mensen aantrekt die snel heel veel geld willen verdienen. Daarom maak ik deze video en wil ik dan ook drie afkortingen gaan behandelen. Die zeker de komende paar maanden heel erg belangrijk zijn. Ten eerste is dat FOMO. Ten tweede IPO. En als laatste SPEC. Genoeg te weer te bespreken, dus in deze video. Dus laten we beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen, of passief inkomen. En we zien de laatste weken dat EV-stocks, elektrische voertuigen, die aandelen. Heel erg populair zijn. Daar heb ik trouwens afgelopen maandag nog een video over gemaakt. Ik zal hem hier even linken. Mocht je interesse hebben. Maar omdat het dus zo goed gaat met deze sector, met de rendementen, met deze aandelen. zijn er ook heel veel mensen geïnteresseerd die nu willen instappen, die nu geld willen gaan verdienen. En ook daar wordt natuurlijk ingespeeld. Want we zien heel veel, zeg maar, get rich quick video's op YouTube verschijnen. Inmiddels ook in Nederland zelfs. En zeker ook nog zelfs specifiek gericht specs, wat we zo meteen gaan uitleggen... wat dat is. Dat is heel interessant. Daar kun je heel veel geld mee verdienen. Maar je kunt het eigenlijk ook zien als een soort... piramidespel. Want hoe eerder jij... in dat soort bedrijven belegt... hoe groter jouw rendement is. Oftewel... Als jij daar pas laat achter komt, dan is de kans groot dat je niks verdient, maar juist heel veel geld gaat verliezen. En juist omdat er al genoeg van die video's komen, waarschijnlijk op YouTube, over hoe jij snel veel geld kunt verdienen, wil ik eigenlijk juist de andere kant van het verhaal vertellen. Want dat geeft eigenlijk een verkeerd beeld over beleggen. Beleggen is iets wat je doet met verstand. Dan maak je een afweging tussen het risico dat je wilt nemen en het rendement dat je eventueel wilt verdienen. En het is vaak ook iets wat je wilt doen voor de lange termijn. En het zou jammer zijn als je juist begint met beleggen vanwege dit soort bedrijven. Dat je eigenlijk een verkeerd beeld krijgt over beleggen. Dat je heel veel verwacht dat je in heel snel de tijd je geld kunt verdubbelen. Dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dat je misschien zelfs wel geld gaat verliezen. En zeker wanneer dat je eerste aandeel is. En je verliest misschien wel de helft van je inleg, dan ga je daar, ja, dan voel je je eigen niet fijn. Dan heb je een ander beeld van beleggen. Ga je misschien in de toekomst nooit meer beleggen, terwijl juist beleggen, zeker op de lange termijn, zo interessant is. Dus dat wil ik in deze video gaan behandelen. En dat doe ik dus aan de hand van drie termen, zoals ik al eerder al zei. En laten we dan ten eerste maar meteen beginnen met de eerste, de grootste, de meest bekende. En dat is FOMO, wat een afkorting is voor Fear of Missing Out. Oftewel, je ziet iets gebeuren om je heen, iedereen om je heen. Is geld aan het verdienen, alleen jij niet, want jij bent dan niet op tijd ingestapt. En op een gegeven moment gaat het overal over dit nieuws. Uh, en ja, jij denkt, van, dan moet ik ook instappen, want iedereen doet het. Iedereen verdient geld, behalve ik. En dan ben je eigenlijk dus puur omdat andere mensen het doen, ga jij het ook doen. En dat is denk ik een van de minst goede redenen om het te gaan doen. Maar ja, als het zelfs overal in het nieuws komt en zelfs de kapper spreekt erover... Ja, dan moet het wel een heel erg goed idee of een heel erg goed rendement opleveren. Het beste voorbeeld van FOMO, wat iedereen zich denk ik nog wel kan herinneren... is eind 2017, Bitcoin. Ik weet nog dat we op verjaardagen zaten dat de helft van de mensen... Terwijl we op die verjaardag zaten bitcoin, of niet eens bitcoin, gewoon cryptovaluta zaten te traden. En als je dan vroeg van welke coin uh, en waarom, dan zeiden ze, oh, ik heb vandaag deze, want die is vandaag al verdubbeld. Dus niet eens met een hele goede gedachte. Maar ja, dat krijg je als iedereen bezig is met cryptovaluta. Terwijl eigenlijk maar een heel klein percentage van de mensen ook weet wat ze doen. Dan krijg je dus een enorme hype, enorm veel FOMO. En we weten allemaal hoe dat is uitgepakt aan het begin van 2018. Maar laten we toch even overschakelen naar TradingView. Want hier zien we de waarde van Bitcoin in dollars. En dat begint hier dus in uh, begin 2017 met zo net geen 1000 dollar. Um, dan gaat het langzaamaan wel omhoog. Maar vooral in die laatste paar maanden van 2017 gaat het heel erg hard. Je ziet hier, zitten we eigenlijk begin november op de 6000. En we gaan richting eind december naar de bijna 20.000 dollar. Nou, iedereen wilde hier meedoen. We krijgen enorm veel hype. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Uh, ja, iedereen doet al mee, want ze weten niet wat ze aan het doen zijn. En juist de mensen die er heel erg vroeg in zaten, die gaan natuurlijk verkopen, die gaan winst nemen, want die zaten misschien wel hier ergens rond die duizend. Dus die hebben uh, twintig keer over de kop zien gaan, dus die nemen winst. Op het moment dat iedereen dan gaat verkopen, mensen dus geen winst meer maken, maar als ze juist verliezen zien, dan gaan ze ook in één keer allemaal verkopen, want ja. Dat was niet de bedoeling, uh, verlies maken. En juist omdat iedereen gaat verkopen, gaat ook heel snel, eigenlijk in een maand tijd, de koers weer hard onderuit. En gaat hij weer terug naar 7000. Stappen de slimme mensen weer in. En zo gaat het eigenlijk een tijdje door. Tot eigenlijk dit jaar. We zien het hier op het einde. Uh, we krijgen eigenlijk weer een beetje zo'n FOMO-moment dat in één keer. Iedereen maar gaat kopen en we zien het eigenlijk ook vandaag alweer in het nieuws komen. Iedereen krijgt het er weer een beetje over. Dus we gaan zeker weer een zo'nzelfde soort moment beleven als eigenlijk drie jaar geleden. Maar het is zeker niet zo dat dat alleen bij Bitcoin of cryptovaluta gebeurt. Dat gebeurt ook bij andere dingen, ook bij aandelen. We zagen dat bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij de cannabis-aandelen, de wiet-aandelen. Dus kijken bijvoorbeeld ACB. Uh, Aurora Cannabis. Die hadden ongeveer in diezelfde periode ook eind 2017 ook te maken met zijn echte hype. Um, dat kwam ook wel een beetje omdat er steeds meer staten in Amerika het goed gingen, toe, toe gingen staan. De geruchten gingen dat Canada het volgende jaar, geloof ik of zo, zou gaan volgen. Dus er kwam een enorme markt van mogelijk uh, staten en dus mensen die cannabis wilden gaan kopen. Dus het zag er gewoon uit dat dat heel erg zou gaan groeien. Nou, dat zien we hier ook wel van. Het is op zich al heel erg gegroeid in het begin van zo'n 4 dollar. Uh, begin 2016 naar toen al zeg maar gemiddeld misschien 25 dollar. Maar toen ging het nog een keer vijf keer over de kop. Want iedereen wilde natuurlijk wiet aandelen, cannabis aandelen. Want daar was het geld, daar was het te verdienen. We zien het eigenlijk hetzelfde gebeuren. Heel hard stijgen, ook tegelijkertijd weer heel hard dalen. En na de hand wel weer een beetje zo schommelen. Tot het uiteindelijk weer hard naar beneden ging. En toevallig hier op het einde dan weer uh, rond de presidentsverkiezingen in Amerika weer hard omhoog gaat. Omdat Biden daar wel voorstander van is. Um, dus ja, daar ziet in één keer de markt, ziet er weer een stuk veel meer potentie in. En zoals eerder gezegd, dat is nu ook weer bij elektrische voertuigen aan de hand. Daar heb ik eerder deze week dus die video over gemaakt. Omdat we gewoon zien dat er eigenlijk gewoon een bubbelopkomst is. Iedereen wil hierin investeren, juist omdat die markt gewoon, je ziet dat die de komende jaren gaat groeien. Steeds meer mensen willen een elektrische auto. Steeds meer landen gaan het ook eigenlijk verplichten. Want die gaan zeggen vanaf 2025, 2030 of 2035 zijn er geen auto's meer te kopen met alleen een verbrandingsmotor, dus wel hybride of elektrisch. Dus je moet ook wel die kant op. Nou, dat betekent dat heel veel mensen ook zo'n auto moeten gaan kopen. En dus wordt dat heel interessant. Nou, kijken we hier bijvoorbeeld naar aandelen, denk dan aan Nio. De, dat zien we de laatste tijd heel erg hard gaan. Is al een tijdje op de beurs. Opende wat hoger, ging weer terug, maar juist de laatste paar maanden ging het. Ja, gaat echt enorm hard. Van laten we zeggen een tientje halverwege dit jaar naar inmiddels de all-time high van bijna 60... dat we aan hebben getikt. We zien meer aandelen. Uh, zoals ik ook al zei, Xpeng, weer zo'n bedrijf... dat pas geleden naar de beurs is gegaan, je ziet het wel. Allemaal rond deze koers opent het, het daalt meteen weer... maar na de rand komt de hype, het volume. En ook die is al eigenlijk vanuit 20 naar meer dan 60 gegaan. Nou, niemand wil zoiets missen, dus iedereen doet hier aan mee. Maar hoe dat is gegaan, ja, dat is allemaal gebaseerd op Tesla... Tesla is natuurlijk een bedrijf dat al veel langer op de beurs is. Uh, ik geloof dat ik zelf ergens uh, hierin ben gestapt in 2016, 2017. Nou, je ziet het wel heel erg lang vlak liggen. Tot en met eigenlijk begin dit jaar of eind vorig jaar, dat je in één keer een groeispurt ziet van zeg maar 60 naar toen. Ja. Dit is na de stock splitsing bijna 200. Dan zakt het ook gewoon weer terug. Maar dat willen we liever allemaal vergeten: dat dat kan gebeuren. En juist nu, weer heel die rally naar boven is. En iedereen denkt: van ja, Tesla is me nu te duur met zeg maar 400 dollar per aandeel. Wat is de volgende Tesla? En die gaat dus voor dat soort bedrijven: bedrijven zoals NIO, Xpeng, zoals ik net noemde. Juist omdat Tesla het zo goed doet, iedereen ziet natuurlijk die koers stijgen. Maar we weten ook natuurlijk steeds vaker dat ja, we zien wat er gaat gebeuren. Dat deze sector gewoon gaat groeien. Juist omdat overheden het eigenlijk gaan verplichten, gaat er heel veel geld deze sector in. Zeker ook tijdens corona. Het geld ging juist uit bedrijven van de olie, verzekeringen, banken. Ging juist richting deze kant. In de technologie. Specifiek zelfs EV's. Want daar was het geld te verdienen de komende tijd. Ja, als er zoveel geld een bepaalde sector in komt, dan kan dat niet allemaal naar één bedrijf. En het, dat zou wel kunnen, dan gaat de koers heel hard omhoog. Maar er zijn ook zeker heel veel andere bedrijven die hiervan willen profiteren. En dan hebben ze eigenlijk. Twee opties, of in ieder geval ze hebben meer opties, maar de twee meest gebruikte, dat zijn de IPO of een spec. Nou, laten we dan ten eerste gaan kijken naar een IPO. En dit staat voor initial public offering. Oftewel, eigenlijk, je brengt als bedrijf zijnde jouw aandelen naar de markt. Je brengt het eigenlijk naar het publiek. Mensen zoals jij en ik, retailbeleggers, die een aandeel willen kopen. Vaak is een bedrijf dit zeg maar van plan. Die nemen een zakenbank in de arm. Juist om dat proces te regelen. Het is namelijk heel erg uitgebreid om dat allemaal te regelen. Te zorgen dat je een beursnotering krijgt. Dat kost heel veel tijd, kost heel veel geld. En je moet ook nog je boekhouding eigenlijk, uh, ja, mensen toegang geven tot jouw boekhouding. Je geeft aan van de mensen die mogelijk willen gaan investeren, die jouw aandelen willen kopen. Dan moet je natuurlijk zeg maar, een soort rapport, uh, een jaarverslag aangeven van kijk, dit is ons bedrijf, zo staan we er financieel voor, dit zijn we van plan in de toekomst. Hier liggen onze kansen, dit zijn onze bedreigingen. Het idee van een IPO is dat een bedrijf vaak al langer bestaat. Het heeft al een productie, het heeft al klanten, maar het wil eigenlijk naar het volgende niveau. Het bedrijf wil geld ophalen juist om dat te financieren om die volgende stap te kunnen maken. Dus eigenlijk het idee vanuit het bedrijf en zeker vanuit de zakenbanken die helpen, die willen ervoor zorgen dat deze aandelen tegen een zo hoog mogelijke koers worden verkocht, want dan is natuurlijk eigenlijk het bedrijf meer waard, kunnen ze meer geld ophalen. Meer geld lenen om dit te financieren. Terwijl je eigenlijk als belegger zijnde het liefst zo min mogelijk betaalt. Dus je hebt er eigenlijk al tegenstrijdige belangen. Jij wilt liefst zo min mogelijk betalen, maar het bedrijf wil eigenlijk zoveel mogelijk geld ophalen. En het is dan vaak ook van belang dat een bedrijf of die zakenbank eigenlijk zoveel mogelijk media aandacht krijgt. Een hype creëert. Want je wilt liefst maar een klein percentage van je aandelen verkopen. Maar wel tegen een zo hoog mogelijke prijs. Dus als je het aanbod klein houdt, maar de vraag. Heel erg oppompt, juist door er een hype van te maken, dan willen er heel veel mensen wat meer voor betalen. Dat zagen we bijvoorbeeld vorig jaar hier in Nederland bij Fastnet. Dat bedrijf had ook een IPO, een beursgang. Um, de sector geloofde ik wel in, het aandeel Fastnet niet, terwijl het eigenlijk toevallig gisteren heel erg goed ging met dit aandeel. Uh, het aandeel, of het bedrijf zei van oh, we gaan nu ook uitbreiden naar Frankrijk. Fastnet is dus het bedrijf wat die uh, laadstations naast de snelwegen heeft. Nou, daar profiteert het bedrijf natuurlijk ook weer van, van meer bereik, meer laadstations. Maar ik had er niet zo'n vertrouwen in. Ik heb hun rapport gelezen voordat ze de beursgang hadden. Zoals gezegd, daar zie je zowel de kansen als de bedreigingen. En hoewel ik het in de sector geloofde, geloofde ik niet in het bedrijf FastNet. Kijken we naar het aandeel FastNet, dan ging dat vorig jaar juli naar de beurs. Het opende hier ergens op iets meer dan een tientje. Schoot toen wel omhoog naar 52 euro. Maar we zien het eigenlijk ook weer heel snel terugdalen naar 17. Dollar of euro is in dit geval om langzaamaan telkens weer verder te dalen en een klein beetje te stijgen tot en met gisteren, dus het in één keer 35% in de plus ging. Even snel tussendoor. Ik maak nu hier vaak gebruik van TradingView, dat is vaak makkelijk om ja, trends te zien. Uh, een beetje een technische analyse te maken. Vind je dat nou interessant? Je kunt natuurlijk een gratis account maken. Maar ze hebben nu ook een aanbieding vanwege Black Friday met tot wel 60% korting. Dus mocht je dit al gebruiken, dan is dit misschien juist wel het moment om met korting die extra eigenschappen, die extra features te krijgen. Een link naar deze aanbieding vind je trouwens ook onder deze video terug. En over aanbiedingen gesproken, ook de beleggers training van mij en Tim is in de aanbieding. Deze week tot en met aanstaande zondagavond is hij in de aanbieding van 99 euro. Ik heb er al vaak genoeg over verteld. Het is echt gericht op beginners. We nemen je stap voor stap mee hoe je kunt beginnen met beleggen. Waar je op moet letten. Hoe je een plan kunt maken voor de toekomst. Voor de lange termijn. Meer dan 50 video's. Meer dan 6 uur beeldmateriaal. Exclusieve community. Handige tools. Noem het maar op. Veel meer informatie ook daarvan vind je trouwens onder deze video terug. Dus als je daar interesse in hebt, maak ook zeker daar gebruik van. Zeker nu die in de aanbieding is. Maar dan gaan we nu weer terug naar de video. Maar behalve de IPO heb je dan ook nog een spec. SPAC, wat staat voor Special Purpose Acquisition Company. Dat is juist iets wat de laatste jaren steeds populairder wordt. En zeker dit jaar heel erg populair is. Want in de eerste negen maanden zijn er al meer van dit soort dingen geweest dan in heel 2019. En wat is nou zo'n SPAC? Nou, een SPAC is eigenlijk dat een groep uh, mensen, investeerders, een bedrijf opricht met een beursnotering. Uh, deze mensen halen dan geld op bij investeerders en zij zeggen: Van dat geld dat jullie investeren gaan wij binnen de komende twee jaar vaak op zoek naar een bedrijf. Dat bedrijf gaan we overnemen en dat bedrijf komt dan met onze beursnotering aan de beurs te staan. Dus in het begin kun je er wel in investeren, maar dat is helemaal niet interessant. Vaak maar een paar medewerkers. Er zit eigenlijk gewoon alleen een bedrijf zonder activiteiten, maar wel met geld. En later op de lange termijn nemen we dan een bedrijf over wat wel activiteiten heeft, wat het geld kan gebruiken om te groeien in die toekomst. En omdat dit bedrijf dan al meteen een beursnotering heeft, is het makkelijker als je eenmaal een bedrijf hebt overgenomen om snel naar de beurs te gaan. Het is dus sneller, makkelijker, goedkoper, want je hebt die zakenbank niet nodig of niet zoveel nodig. Je moet alleen zorgen dat je wel hype gaat creëren rondom je bedrijf. Maar dat kun je doen door bekende investeerders naar je toe te trekken. Een onderdeel te maken van je bedrijf. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Virgin Galactic, waar Shamit Palihapatiya een van de investeerders wordt en waar de meeste mensen 10 dollar voor een aandeel betaalden, hij ergens. Minder dan een cent per, per aandeel. Maar ja, had wel een bekende naam die hierin investeerde. En dat zorgde al voor de hype. En het laatste voordeel is dat je vaak ook gewoon minder financiële cijfers hoeft te overleggen. Het is niet zo uitgebreid als bij een IPO. Mensen hebben ook niet zoveel tijd om zich in te lezen in die IPO. Terwijl juist wel die hype heel erg wordt opgepompt. En zoals gezegd, dat gebeurt de laatste paar jaar steeds vaker. Bekende voorbeelden van de laatste twaalf maanden zeg maar, zijn cm.com hier in Nederland, Virgin Galactic zoals ik net al zei, Workhorse, Nicola of Helion. En laten we dan Nicola als voorbeeld nemen. Dit bedrijf is in 2016 opgericht. Het heeft eigenlijk alleen maar ideeën en wat computermodellen en één prototype van wat ze willen gaan maken. Maar dit bedrijf is dus eigenlijk via een spec naar de beurs gegaan en kwam met het tickersymbool NKLA op de beurs. Zoals we hier kunnen zien is dat ergens zo'n beetje rond mei-juni dit jaar geweest. Van tevoren was het altijd een spec. Had het wel een beursnotering van wat ik zei ongeveer een tientje. Zo is het vaak bij dit soort dingen bij specs. Dan is een aandeel 10 dollar. Daar kunnen mensen op investeren. Dan komt er gegeven moment het nieuws wel een beetje van, oh, wij gaan bijvoorbeeld een bedrijf overnemen. In dit geval was dat Nicola dat ze overnamen. En dan gaat in één keer de koers hard omhoog. Maakt grote sprongen. Tot in dit geval bijna 94 dollar voor Nicola. Maar na de rand, ja, sommige mensen gaan weer verkopen. Je hebt bepaalde momenten dat de eerste investeerders alweer um, aandelen mogen verkopen. Niet allemaal tegelijk, maar wel in stappen. En we zien dat ook waarschijnlijk hier. Of komt, um, neemt het aanbod van de aandelen toe, of de vraag neemt gewoon af. Dan gaat ook het aandeel weer snel naar beneden. En laten we zeggen dat ongeveer hier de meeste mensen zijn ingestapt. Dan zijn dus heel veel mensen al heel veel geld verloren. En zo schommelt het eigenlijk een beetje op en neer. Deze grote investeerders van het eerste moment hebben vaak veel aandelen. Er gaat vaak maar een klein gedeelte van het bedrijf van de aandelen naar de beurs. Dus op de momenten dat deze eerste investeerders aandelen mogen verkopen. En dat zijn ze natuurlijk wel van plan. Want als je op 10 euro of dollar instapt, dan is het heel erg interessant om op 40 dollar of 90 dollar misschien wel te verkopen. Dus dat gebeurt dan vaak ook. En dat heeft natuurlijk heel erg veel impact op de beurskoers. Want ja. Zoals gezegd, zij hebben veel aandelen, dus als er veel aandelen verkocht worden, dan heb je veel aanbod. En als de vraag dan wat laag is, dan zal de prijs flink dalen. Um, en volgens mij voor uh, Nicola is trouwens begin december weer een belangrijk moment. Waarschijnlijk omdat dat een maand of zes of zo na de eerste tijd is, zeg maar, dat mensen nu eigenlijk al hun aandelen weer mogen verkopen. Nou, dat is natuurlijk heel erg interessant. Ze hebben volgens mij rond deze datum ook nog wat pers. Uh, Momenten gepland, juist om die hype weer te creëren, natuurlijk om dit aandeel zo hoog mogelijk te krijgen. En misschien wel rond de 50 dollar kunnen al die eerste investeerders zijn aandelen verkopen en maken zij dus 500 winst in binnen een jaar. In het geval van Nicola zorgt het er ook voor dat ze gewoon heel veel geld achter de hand hebben. Um, in het begin gaat er wat geld in, maar ja, naarmate. Een klein gedeelte van het bedrijf wordt verkocht en wordt gewaardeerd. Tegen misschien wel 90 dollar is het bedrijf in één keer heel veel geld waard. Ik geloof bij Nicola dat het korte tijd uh, ja, tussen de 30 en 40 miljard dollar is waard geweest. Terwijl het bedrijf eigenlijk nog niet eens een omzet had van 400.000 dollar. Een enorme overwaardering. Maar ze hadden dus wel geld. Ze hadden ook ideeën. Maar ze hadden natuurlijk niet alle capaciteit om dit te maken. Dus Nicola ging op zoek. Naar een partner die dit wel kon doen. Ze hebben dus uiteindelijk die samenwerking met GM om hun auto's te bouwen. Nicola geeft 11% van hun aandelen weg aan GM voor deze samenwerking. En ook nog eens meer dan 700 miljoen dollar zodat GM die fabriek kon gaan bouwen. Waar uiteindelijk dan die Nicola Badger van de band moest rollen. Maar ja, we weten eigenlijk allemaal vaak wel hoe het met Nicola is afgelopen. Vanaf het hoogtepunt naar nu. Uh, ja, we zien hier heel veel slechte tijden. Uh, de shortseller, natuurlijk heeft hij belang bij slecht nieuws. Kwam met heel veel negatief nieuws dat Nicola eigenlijk niets had behalve wat computermodellen. Um, ja, dat heeft natuurlijk heel veel impact op het aandeel. En het zou gewoon heel erg zuur zijn als jij een van die mensen bent die hier is ingestapt. En dus eigenlijk heel veel geld hebt zien verliezen. Want waarschijnlijk neem je dan hier je verlies wel. Of misschien zelfs wel hier, terwijl het later weer net iets beter gaat. En ik denk dan ook dat het belangrijk is om te weten wat het verschil is tussen een IPO of een spec. Het lijkt heel erg op elkaar, maar er zitten best wel veel verschillen tussen. Een IPO is veel beter vanuit het bedrijf. Je hebt meer tijd als toekomstige aandeelhouder om je in te lezen. Je weet meer over het bedrijf. Het bedrijf bestaat vaak al een lange tijd. Het heeft al productie. Terwijl we juist bij deze spec zien dat het eigenlijk alleen maar een idee is om heel veel geld te verdienen. Juist heel veel geld te verdienen niet eens voor het bedrijf zelf, maar juist voor die investeerders... die hier op het eerste moment al in zaten. Het is natuurlijk heel erg leuk om te horen dat Shamit Palihapatiya dit jaar... Misschien wel 1000% rendement maakt hierop, maar jij zult nooit die mogelijkheid krijgen om hier 1000% op te maken. In ieder geval, nooit zoveel rendement maken als zij. Het zijn altijd de mensen die als eerste geld erin stoppen die het meeste geld verdienen. En dat gaat natuurlijk als er iemand aan deze kant geld verdient, zijn er één of veel meer andere mensen die aan de andere kant geld verliezen. Dus wat is dan de conclusie van deze video? Nou, ik denk dat beleggen gewoon heel slim is. Zeker als je je op de lange termijn richt, is beleggen voor de meeste mensen heel haalbaar en ook zorgt ervoor dat je op de lange termijn vermogen op kunt bouwen. Een gokje nemen is ook gewoon heel erg leuk, vooral op de korte termijn. Maar je moet daar wel een afweging tussen maken en goed over nadenken van... welk risico wil ik nemen, welk risico kan ik nemen, welk rendement verwacht ik. En heel belangrijk, als je dat doet, doe dat met een klein gedeelte van je portefeuille... Um, met een paar procent, maximaal drie of maximaal vijf procent van je belegd vermogen stopt dat in dit soort bedrijven. Als het dan misgaat is het niet zo erg. Als het goed gaat heb je toch een mooi rendement. En uiteindelijk doe je het toch nooit goed. Ik heb nu. Tesla-aandelen of bijvoorbeeld Alfa-aandelen. Uh, ook daar heb ik heel veel rendement op. En alsnog denk ik, had ik maar eerder meer aandelen gekocht. Dus je bent toch nooit tevreden. Dat is ook heel erg belangrijk trouwens. Emotie van. Het moet gewoon een moment zijn dat je tevreden bent. En ooit is het nog erger om een aandeel wel te hebben, maar niet genoeg van hebben gekocht. Dan een aandeel überhaupt niet te hebben. Dan is het ook minder erg. Want je zegt van ja. Ik heb er toen al niet over nagedacht. Dan is het ook niet zo erg als ik de boot heb gemist. Maar terug naar deze IPO's of specs. Mocht je daar een gokje mee willen nemen, doe dat met een klein gedeelte. Maar doe ik ook altijd in bedrijven waar je echt in gelooft. Waar je in gelooft voor de langere termijn. Uh, dus niet van dit soort bedrijven. Zonder omzet. Uh, met alleen maar mooie ideeën, want dan kan ik morgen ook een bedrijf gaan beginnen wat miljarden waard is. Maar ga ook echt onderzoek doen. Waarom wil je in dit bedrijf investeren? En hebben ze ook echt nu al productie, nu al producten? Of is dat echt vast plan over de toekomst? Want dan is het misschien beter om het af te wachten. En welke bedrijven dat zijn, ja, dat weet ik ook niet. Dat is aan jezelf om voor jezelf te bepalen. Dat is misschien de sector waar je wel in gelooft, terwijl iemand anders in diezelfde sector niet gelooft. Misschien heb je andere risico's die je wilt nemen. En dan krijg je ook regelmatig vragen van is dit de juiste koers om dit aandeel te kopen of is het de juiste koers om dit aandeel juist te verkopen? Ook dat weet ik niet. Zeker niet van heel veel specifieke aandelen. En ook dat is gewoon heel erg persoonlijk. Hangt heel erg af van het risico dat je bereid bent om te nemen. En ook heel erg afhankelijk van het bedrijf. Dus doe gewoon altijd goed zelf je onderzoek. En investeer alleen in bedrijven waar je ook echt in gelooft. Zeker op de lange termijn. Dat is een van de redenen dat ik dus niet in Nicola heb geïnvesteerd omdat ik gewoon zag van het zijn heel erg leuke ideeën, maar ze hebben nog totaal geen productie. En tot ze bij dat punt komen wat ze vertellen dat ze graag willen bereiken, moet je een hele infrastructuur aanleggen. Uh, het ging in het begin namelijk vooral om waterstof. Nou, dat is er bijna niet. Dat kost gewoon heel veel geld, heel veel tijd. Daar geloofde ik niet in. Toen gingen ze heel kort naar de hand. In één keer stap ze over naar elektrische voertuigen. Nou, dan geloof ik al niet meer in het management. Dus dat is de reden geweest dat ik juist niet in Nikola heb belegd. Toevallig een paar weken geleden heb ik juist wel in NIO geïnvesteerd. Het is een klein bedrag, puur om een beetje te kijken. Ik weet niet of het de juiste prijs is. Of dit de juiste koers is. Heel erg hoog risico, maar ja, dat wil ik wel nemen met een klein gokje. Aan de andere kant, ik zie bij NIO wel dat er heel veel vraag is. Ze zijn in China waar de markt groot is. Ze hebben al behoorlijk wat productie. Ze. Breek ook productie records, telkens nu met 5000 auto's, weer, dus daar zit gewoon die hebben al stappen gemaakt. Dus dat is een afweging die ik maak. En dat is dus aan iedereen anders welke afweging jij maakt, of je in bepaalde dingen wel gelooft of niet, en of je iets meer risico wilt nemen dan iemand anders. Maar dat is dus wat ik denk over de termen FOMO, IPO of SPEC en ook mijn ervaringen daarmee. Maar ik ben ook zeker benieuwd. Wat jij daarvan denkt, wat jouw ervaringen zijn, laat dat weten in de reacties onder deze video. Heb jij goede ervaringen, heb jij slechte ervaringen? Ja, deel ze met ons. Laten we allemaal iets hiervan leren, zodat we in ieder geval op de lange termijn ook allemaal hier geld aan kunnen verdienen. Of juist ervoor zorgen dat we met z'n allen niet heel veel geld gaan verliezen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op een bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.